Welkom bij de Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag is bij mij te gast Kees Nederlof. Kees, welkom. Dank. Ik kwam op uw spoor naar aanleiding van een artikel geschreven door uw hand en die van Joris Voorhoeven over de nucleaire dreigingen momenteel, in het bijzonder die van Rusland. En ik dacht, daar wil ik meer over weten. En toen kregen wij contact en leerde ik dat u een leven lang hebt gewerkt aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. En dus ook als oud-ambassadeur nucleaire beveiliging. En ook in die hoedanigheid ondertekende u het opiniestuk. En ik dacht, laten we dat gewoon kijken wat er nou allemaal achter zit. En we zijn in Leiden, u hebt hier gestudeerd. Dat is al een tijd geleden. Dus het is vertrouwd... Ja, dat is inderdaad waar, een tijd geleden. Vertrouwd terrein, Leiden. En als ik het opiniestuk kort uit de doeken mag doen, zoals ik het onthouden heb. Het gaat eigenlijk over dat er weliswaar afspraken zijn over het gebruik van nucleaire bommen. Maar dat wanneer Rusland zichzelf bedreigd weet, dat het toch zou kunnen dat ze overstappen tot het gebruik van een soort light versie. En dat dat ook binnen de bestaande afspraken nog best te verantwoorden is. En dat zoiets echt een realistisch scenario geworden is. Namelijk wanneer bijvoorbeeld Rusland teruggedreven wordt van bepaalde gebieden die inmiddels door hen de Russen zijn geannexeerd. Dat ze zich dus bedreigd voelen over hun eigen terrein en dan kunnen overgaan tot zo'n nucleaire stop. Nou, dat kan nog veel verder gaan wanneer ze echt op verlies komen te staan en zich bedreigd voelen ook in het eigen Rusland. En dan waarschijnlijk ook, als ik jullie mag geloven, sneller over zullen gaan op het gebruik van nucleaire wapens dan wij in het Westen. Omdat ze een heel niet zo'n scherp verschil hanteren in die type wapens en normale wapens. Nou, dus daar schrok ik van. Tegelijkertijd verbaasde me ook niks dat het zo is. Maar ik dacht wel van, goh, dat is eigenlijk heel heftig. En beseft men ook op het ministerie van Buitenlandse Zaken eigenlijk wel voldoende hoe gevaarlijk het is dat we met een nucleaire grootmacht te maken hebben, die inderdaad bereid is kleine nucleaire stuf te gaan gooien. Dat is de aanleiding waarom ik dacht, ik wilde je toch meer over leren. Nou, dat vind ik ontzettend leuk. Om daar wat, leuk is misschien niet het goede woord, maar interessant om daar wat meer over te vertellen. Afspraken zijn er helaas nooit gemaakt over het gebruik van kernwapens. Er zijn wel afspraken gemaakt over hoeveel wapens een land mag hebben, hoewel die afspraken inmiddels ook niet meer gelden. Maar afspraken zijn er niet. Het gaat alleen maar om de waarschijnlijkheid dat een land kernwapens zou gaan inzetten. En de belangrijkste reden waarom ze dat niet doen is omdat de tegenstander, dus het andere land, ook over kernwapens beschikt. Afspraken, iedereen zou willen dat die er zijn gemaakt. Maar er zijn wel andere redenen om aan te nemen waarom een land wel of niet tot de inzet van kernwapens overgaat. Het is inderdaad correct dat de Russen een andere doctrine hebben. En want zo noem je dat, een doctrine, welke regels je jezelf oplegt om kernwapens in te zetten. En het klopt. Als ze zich bedreigd voelen op hun grondgebied, dan zouden ze dat kunnen doen. Er is geen zekerheid dat ze het doen. Daar zitten we met een probleem. Want de Russen hebben illegaal de Krim en de Donbass geannexeerd. En die beschouwen dat dus als hun grondgebied. Dat is natuurlijk heel vreemd. Dat je een land aanvalt en een gedeelte van het land direct bezet en beschouwt als je eigen land. En als de eigenaar van dat land zich daartegen teweer stelt, dat je dreigt om atoomwapens te gebruiken. Maar goed, ik loop nu een beetje de zaak vooruit. Nou, het is een vrij realistische beschrijving van wat er aan de hand is. Ja, dus dat klopt. Dat klopt. Het is eigenlijk de vraag of wij in het Westen wel voldoende beseffen hoe gemakkelijk het eigenlijk is voor de Russen om over te stappen op die atoomwapens. Zo makkelijk is dat niet. Nee, is het toch niet zo makkelijk? Nee. Kijk, ik kan niet in het hoofd... Dat is toch wel weer een geruststelling. Ik kan niet in het hoofd van Poetin kijken. En er zijn natuurlijk in het verleden ook, een jaar geleden, door heel veel mensen fouten gemaakt die dachten van, Poetin valt niet aan. En hij deed het toch.
Maar er zijn wel 5 elementen die je kan noemen om de waarschijnlijkheid lager in te schatten. In de eerste plaats hebben de Amerikanen de Russen een enorme waarschuwing gegeven. Zet geen kernwapens in, want de gevolgen zijn niet te overzien. En dat wil helemaal niet zeggen dat de Amerikanen dan onmiddellijk met kernwapens zullen reageren. Dat kan ook een conventionele tegenaanval zijn. Dat is ook precies wat er in dat artikel in de NRC een maand geleden stond. Wat ik inderdaad met Joris Voorhoeven heb geschreven. De tweede belangrijke factor is dat China zich uitdrukkelijk tegen de inzet van kernwapens heeft uitgelaten. En China is een van de laatste echte bondgenoten van Poetin. Hij zal dat land dus niet zo gauw schofferen door het wel te doen. En de derde element, en dat zal misschien een hoop van de luisteraars en de kijkers verbazen, het is nog niet eens zo makkelijk om een geschikt doelwit te vinden. We hebben het hier over tactische kernwapens. Dus niet de grote strategische kernwapens die tot vernietiging van de hele wereld zou kunnen leiden. Nee, het zijn kleine wapens, zelfs aanzienlijk kleiner dan die de Amerikanen destijds in Hiroshima hebben gebruikt. Van 1 tot 15 kiloton. Het is behoorlijk hoor, wat je daarmee kan vernietigen. Maar het is niet de vernietiging van de hele wereld. Het zal nog niet zo makkelijk zijn voor de Russen om een geschikt doelwit te vinden. Want de stellingen zitten vaak 500 meter, 600 meter van elkaar. Op het moment dat je een tactisch kernwapen daarin zet, vernietig je ook je eigen troepen. Dat zullen ze dus niet gauw doen. Je kan natuurlijk zeggen, ze zullen een aanval op Odessa uitvoeren of op Kiev. Maar dat is een enorme escalatie. Want dan zet je dus in tegen steden van je tegenstander. Waar gewoon burgers wonen. Waar gewoon burgers wonen. Nou zeg, hebben de Russen heel weinig respect voor de civiele bevolking. En ze hebben al veel aanvallen uitgevoerd met conventionele wapens op de civiele bevolking. Ja, de andere kant van dat verhaal is natuurlijk ook dat de hele civiele bevolking, maar dat een heel groot deel van die civiele bevolking inmiddels ook bewapend is. Dus ik kan me voorstellen dat het ook moeilijk is om nog een onderscheid te maken tussen militair en burger als je een jaar lang in een heftige oorlog verwikkeld bent. Of is dat te makkelijk gedacht van mij? Het is in ieder geval een diffuse grens geworden. Niet bij een stad. Niet bij een stad. Nee, een stad zit gewoon vol met burgers eigenlijk. Ja, dat is een niet, zoals ze dat noemen, een niet-belligerente eenheid. Dat is niet een stad voert geen aanval uit. Een militaire kolonne kan dat wel. Of een militair hoofdkwartier. Of een zelfs treinverbindingen zijn. Dus dat zijn eigenlijk mogelijke doelwitten? Klopt. Maar misschien ook doelwitten die je gewoon kunt raken met een conventioneel wapen. Dat doen ze dus ook, voortdurend. Oh ja. Maar de kans dat ze dit wapen inzetten is in mijn perceptie niet zo heel erg groot, omdat die doelen allemaal dicht bij elkaar zitten. Ze weinig behoefte hebben om een stad als Kiev te vernietigen. Want dat is ook iets wat ze in hun eigen geschiedenis beschouwen als een Russische stad. Dus dat zullen ze niet zo gauw doen. De laatste reden dat niet makkelijk is om ongezien of plotseling te doen, is dat de Amerikanen hele goede inlichtingenpositie hebben. En zeker zullen opmerken als de Russen hun nucleaire paraatheid gaan opvoeren en dus die eenheden naar het front gaan brengen. Want waar praten we over? We praten dus niet alleen over een wapen met een veel kleiner
vernietigend vermogen, maar ook veel kleinere type wapens. Het zijn dus andere wapens dan die tegen Amerikaanse steden of Europese steden zouden worden ingezet. Als dat ooit zou gebeuren. Wat we natuurlijk hopen van niet. Die wapens, die tactische nucleaire wapens, zijn bedoeld om de tegenstander, vijand, militair te verzwakken. Het is dus niet een schrikwapen die je inzet om een stad te vernietigen of een enorme bevolkingseenheden te vernietigen. Dat is niet het doel van die wapens. En zo zijn ze ook niet gemaakt. Het zijn dus kleine, betrekkelijk eenvoudig in te zetten wapens. Zo eenvoudig zal het nou ook weer niet zijn. Want het is niet waarschijnlijk dat de Russen hun militaire bevelhebbers het recht zullen geven om die wapens in te zetten. Dat gaat vanaf het hoogste niveau. Uit de MH17 is wel duidelijk gemaakt dat Poetin een micromanager is. Dus die op ieder detail van de oorlogvoering geïnformeerd wil worden. En zeker niet zijn militaire commandant het recht zal geven om iets in te zetten als hij niet daar de persoonlijke toestemming voor heeft gegeven. Dus ik denk dat 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 kunnen we bijna met zekerheid stellen. In Amerika, Engeland en Frankrijk bestaat er zelfs een elektronisch systeem om dat te voorkomen. Dus dat heet het Permissive Action Link. Dat is een zeg maar een elektronisch systeem waarbij de president een aantal codes intikt en daarmee de commandant het recht geeft om dat wapen in te zetten op zijn bevel. Nou, iets dergelijks hebben de Russen ook. En ik twijfel er niet aan dat die, want dat hoor je soms wel eens van, ja, je weet maar nooit of een Russische commandant dat gaat, zelfstandig gaat inzetten. Daar geloof ik niks van. Daar geloof ik helemaal niks van. Ja, tot zover de... U weet er veel van over hoe die wapens nou getaxeerd moeten worden vanuit ons. En als ik het nou probeer te begrijpen vanuit het gehele arsenaal, hoe moeten we dat dan zien? Is het een... hoe de Russen nu al aanvallen, dat kan nog worden opgeplust in allerlei opzichten lijkt. Soms heb je toch het idee dat je naar filmpjes uit de Eerste Wereldoorlog zit te kijken. Dus we hebben het ook echt over een wapen dat onderdeel is van een grotere integrale wapenstrategie. Dat is ook wel iets wat erg opvalt bij de westerse perceptie van het conflict. Dat als wij een aantal tanks sturen of nu weer vliegtuigen, dat we denken dat we dan het land heel erg helpen. Terwijl het punt is natuurlijk, je wil een integrale ordening met training, met onderhoud, met op elkaar inspelende technieken en wapens. De Russen zullen ook zo kijken naar hun krijgsmacht, neem ik aan. Dus dit is misschien in die zin ook een verregaande discussie, dat het echt vier stappen escalatie verder is. Ja. De Russen hebben overigens alle lessen uit het verleden niet toegepast. In de aanval die ze hebben uitgevoerd in februari vorig jaar. En ze zijn met één grote speerpunt Kiev aan gaan vallen. Terwijl iedere militair weet dat je dat moet doen in samenhang met je infanterie. Op het moment dat je alleen maar je tanks daarheen stuurt, ben je ontzettend kwetsbaar. En dat blijkt ook wel. Want die tankkolonnes zijn door de Oekraïners kapotgeschoten. Overigens met behulp van westerse wapensystemen. Die ze heel makkelijk, zonder veel training, konden inzetten. Op zichzelf is die training natuurlijk belangrijk. Maar niet, waar niet is, verliest de koning zijn recht. Ik bedoel, als je tanks krijgt die anders zijn dan de tanks die je zelf gewend bent, kan je daar wel mee werken, maar waarschijnlijk niet optimaal. Nou, zo is waarschijnlijk wat de Oekraïense militaire bevelhebbers denken van,
Wij kunnen beter beschikken over die wapensystemen. Want daar kunnen we althans veel meer mee dan met die oude Sovjetwapens. En ik denk ook dat ze daar gelijk in hebben. De Russen zijn voor een belangrijk gedeelte door hun mechanische wapensystemen heen. Ze hebben nog wel wat. Maar ze hebben vooral nog hun luchtmacht over. En dat is ook de verbazing van veel westerse waarnemers. Dat ze die luchtmacht nauwelijks hebben ingezet. Ze hebben ze wel ingezet, maar vooral binnen hun eigen grondgebied om zogenaamde stand-off wapens af te vuren. Stand-off wapens zijn raketten die onder een vliegtuig hangen en op die manier afgeschoten kunnen worden. Dat is wat de Russen tot nog toe hebben gedaan. Maar ze hebben hun luchtmacht, en die is aanzienlijk, nauwelijks ingezet. Dus dat is de escalatie die ze nog zouden kunnen toepassen. Waarom is dat eigenlijk? Heeft het iets te maken met dat ze zelf ook niet helemaal op een totale oorlog afkoersen? En denken dat er toch nog sprake is van een overgave aan de Oekraïnse kant? Of dat ze zelf denken dat het heel erg goed gaat? Wat misschien ook wel zo is, dat wij er verkeerd over geïnformeerd zijn? Nou, het gaat niet zo best met de Russen. Nee, dat gaat zeker niet goed. En je ziet ook het aantal doden loopt daar gigantisch op. Of dat Poetin veel zorgen baart is een tweede. Maar even los daarvan. Een van de redenen zou kunnen zijn dat de Oekraïnse luchtverdediging beter is dan ze ooit hadden ingeschat. En kijk, als je van de 60 raketten er 40 neerschiet, dat is dan één ding. Dan komen er 20 door. Maar als je 60 vliegtuigen naar de Oekraïne stuurt en 40 daarvan worden neergeschoten, dat is een verlies die je misschien niet kan veroorloven. Want kijk, die luchtmacht kan ook nodig zijn als er een, wat de Russen waarschijnlijk niet hopen, toch een confrontatie met de NAVO zit af aan te komen. Dan heb je die ook nog dringend nodig. Dus die houden ze achter de hand. Dat zijn dus twee belangrijke redenen die mogelijk kunnen zijn. Maar ik geef mijn mening voor een betere. Ja, nou ja, het is speculeren, maar u bent een verstandig man. Dus ja, dus daarom zou het wel leuk zijn om daar nog wat verder op in te gaan. Wat zijn eigenlijk voor u de scenario's die u voor zich ziet met betrekking tot de situatie in Oekraïne nu? Is er een kans dat er een oorlog ontstaat met direct engagement van het Westen? Een oorlog met de NAVO? Of blijft het op deze afstandelijke manier en zal het op gruwelijke wijze aflopen voor Oekraïners, maar niet betekenen dat er soldaten uit Frankrijk en Nederland heen moeten? Of is dat toch een serieus risico aan het worden? Nee, het risico. De NAVO doet er alles aan om. Het is een defensief bondgenootschap. Politiek, militair, defensief bondgenootschap. Ik kan dat niet vaak genoeg herhalen. Het is dus geen alliantie van landen die zeggen van dan gaan we daar eens even onze troepen inzetten en daar onze troep. En een oorlog met Rusland, daar zit niemand op te wachten. En we hebben ook in de afgelopen jaren gezien dat er allerlei restricties zijn. De Oekraïners mogen dus bijvoorbeeld de wapens die ze hebben gekregen niet inzetten in Rusland, in Russisch grondgebied. En dan heb ik het niet over de Krim en de Donbass, maar over het echte, wat wij beschouwen als het Russische grondgebied. En dat doen ze ook. De Oekraïners hebben natuurlijk alle reden om zich te houden aan de spelregels die wij ze opleggen. Wat niet helemaal eerlijk is in mijn ogen, want de Russen doen van alles vanaf hun grondgebied. Die zetten raketten in, die zetten wapensystemen in die de Oekraïne aanvalt. Zonder dat ze daar in wezen voor gestraft worden. Behalve dan dat de eenheden die ze op Oekraïns grondgebied inzetten vernietigd kunnen worden. Maar dat is dan ook het enige. Ja. Er zijn geen Russische steden die het doelwit zijn van de Oekraïnse luchtmacht.
Er zijn geen militairen. Nee, dat zou ook echt een escalatie zijn vanuit de kant van Oekraïne en NAVO. Ja, klopt. Waaraan doet het u historisch denken, gezien ook uw lange werk op ambassades in andere landen? Ik begreep dat u een tijd in Israël hebt gezeten. Maar als politicoloog, als ik u zo mag noemen, is er neem ik aan ook wel een historisch referentiekader om te kijken van ja, wat doet deze situatie nu aan denken? Finland. Finland. In 1939, de winteroorlog. Daar moeten we wat meer over vertellen. Want precies dezelfde fouten die Poetin nu maakt, heeft Stalin gemaakt. Sorry dat ik... Neem eens lok. Stalin dacht ook van nou, dat is een walkover. Rusland had in 1812 geloof ik. Moet ik even spieken. 1809 zijn de Russen Finland binnengevallen. Finland maakte toen deel uit van het Fins-Zweedse Koninkrijk. Het land is vanaf de 19e eeuw tot 1918, tot 1917 bezet gehouden. Toen hebben de Finnen hun onafhankelijkheid uitgeroepen. Die is gerespecteerd, die is aangenomen, geaccepteerd door de Russen. Maar in 1939 dacht Stalin van kom, dat is misschien een aardige methode om een ijsvrije haven in bezit te krijgen. Want daar waren de Russen op uit, in het noorden. En die hebben dus met een geweldige numerieke overmacht Finland binnengevallen. Maar ze hebben niet gerekend op de effectieve verdediging van de Finnen en de wens en de wil om hun land te verdedigen. Ja. Datzelfde zie je dus nu ook in de Oekraïne. Was er toen ook veel steun vanuit Europa voor Finland? Helaas alleen van Hitler. Die heeft het ook wel gegeven. De Finnen hebben wapensystemen gekregen uit Nazi-Duitsland. Tot op zekere hoogte. Maar goed, uiteindelijk is die eerste aanvalsgolf afgeslagen. De Russen zijn afgedropen met een geweldige verliezen. Maar ze zijn teruggekomen met een veel effectievere methode. En met een geconcentreerde aanval op Karelië. En dat is waar de Finnen uiteindelijk hun overmacht hebben moeten accepteren van de Russen. Dat hebben ze afgestaan. Sindsdien zijn de Finnen hebben een goede betrekking gehad met Rusland. Eerst met de Sovjet-Unie en later met Rusland. Maar ze hebben altijd hun defensie op hoog pijl gehouden. Want je weet maar nooit. Nou, ze zitten nu inmiddels bij de NAVO. Exact, sinds een paar dagen. En ik kan me dat heel goed voorstellen. En het is, we krijgen met Finland een land bij de NAVO met een geweldige militaire traditie en een effectieve conventionele bewapening. Dus dat is een, het is geen Albanië of zo die bij de NAVO komt of Noord-Macedonië. Het is echt een land wat impact maakt. En maar een land dat ook gevaar kan lopen. Absoluut, absoluut. Het is natuurlijk ook maar een gevaarlijke schaakzet, omdat Rusland graag ziet dat er geen NAVO-landen grenzen aan het eigen rijk. Ja, maar goed, dat hebben ze natuurlijk nu al een paar decennia gemerkt, dat de Baltische staten, Polen. Ja, kijk, op het moment dat je Belarus weer als vazalstaat binnen je rijk opneemt, komen die NAVO-grenzen natuurlijk automatisch dichterbij. Dat is logisch. En op het moment dat ze de Oekraïne hadden kunnen bezetten, was dat ook het geval geweest. Ja. Dus het is altijd maar de vraag
of die opvatting van Poetin dat het Westen gevaarlijk dicht bij de grenzen van Rusland komt, of dat niet gewoon maar praatjesmakerij zijn om te verhullen dat hij zijn oude grenzen, tsaristische grenzen, had willen herstellen. Wat vindt u van de kritiek op de NAVO als een instituut, een samenwerkingsinstituut dat vooral de belangen of interesses van Amerika zou erkennen en zoveel mogelijk eigenlijk ook een Amerikaanse agenda voert, met als ook wel argument dat bijvoorbeeld iemand als Macron ook al eerder kritisch is geweest over de NAVO. Er zijn heel wat intellectuelen, neem Noam Chomsky, die daar ook wel munitie voor geven van ja, die NAVO, is dat nou nog wel het goede neutrale samenwerkingsverband voor veiligheid, of zit daar toch al een soort offensieve Amerikaanse agenda in? Hoe kijkt u naar die kritiek? Nou, even terug naar Macron. Die heeft niet zozeer kritiek op de Amerikanen gehad, maar die zei, de NAVO is brain death, is hersendood. Dat was in de periode dat de NAVO eigenlijk geen concrete functie meer had in zijn ogen. Nou, 2016 of zo. Hè? 2016, daar heeft hij helaas ongelijk in gekregen. Helaas zeg ik, omdat de situatie niet is geworden zoals we die graag hadden willen zien. De NAVO is voor 90% in het belang van Europa en 10% van de Amerikanen. Tuurlijk, de Amerikanen hebben een geostrategisch belang bij het binnenboord houden van Europa. Maar dat is iets heel anders dan dat Europa de spelregels van Amerika zou gaan volgen. Wij worden beschermd door de atoomwapens van de Verenigde Staten. Dat is de ultieme verdediging van Europa. Zonder dat, ik wil niet zeggen zouden we weerloos zijn, maar je kan niet aan op de Franse en de Britse kernwapens. Die zijn miniem vergeleken bij die van de Russen. En het is bij dit soort zaken altijd, hoe ziet Rusland de NAVO? Het is niet zoals wij de NAVO zien, maar je moet je altijd verplaatsen in hoe Rusland die NAVO ziet. En natuurlijk, ze beweren iedere dag dat wij onder de plak zitten van de Verenigde Staten. Dat is de angel die ze steeds in ons steken. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat het geval is. Economisch zijn we behoorlijk onafhankelijk. Behalve wat de aankoop van wapensystemen, maar dat is een ander chapiter. Maar voor andere zaken zijn wij een geduchte concurrent van de Verenigde Staten. Zeker geen vazalstaat. Maar zonder de Amerikaanse garantie zou ik niet graag op dit continent willen wonen. En dat is mijn persoonlijke mening, en ik denk ook de mening van heel veel Nederlanders. Nou, is het? Ja? U nog even over die nucleaire geschiedenis. U hebt ook als ambassadeur voor nucleaire veiligheid, neem ik aan, ook de geschiedenis daarvan wat kunnen volgen in uw werk. Dat ging met ups en downs. In de zin van, op enig moment was het in de publieke verbeelding een heel belangrijk thema. De wapenwetloop en het blok Amerika, China en de rol van Europa daartussenin. Maar ook in relatie tot atoomwapens is dat natuurlijk wel veranderd. Het staat nu weer op de agenda, maar het is ook een tijd lang weg geweest. Zowel het machtsblokken denken als überhaupt het willen hebben van een leger. Dat is toch eigenlijk wel curieus geweest. Niet? En ja, nu is dat opeens terug. Is dat nou ook zo vanuit uw vakervaring? Of was het alleen maar uit de publieke gedachtenwisseling weg? Nucleaire beveiliging, het zijn natuurlijk allemaal codewoorden. Ging niet over de kernwapens die tussen de Verenigde Staten en Rusland in zitten. Het ging vooral over de risico's, het beperken van de risico's dat terroristen zich meester zouden kunnen maken van atoomwapens of de middelen om atoomwapens te maken. Okay. Dat was een idee van Obama, een heel terecht idee.
Waar de Russen overigens van harte hebben meegewerkt, ook de Chinezen. Ja, die zullen er ook wel eens van hebben, die angst. Ja, dat terroristen zijn die het overnemen. Exact, exact. Dus in 2010 hebben de Amerikanen iets van 70 regeringsleiders uitgenodigd in Washington om te praten over die risico's. 2 jaar later was het in 2012 in Seoul in Zuid-Korea. En 2014, en dat herinneren misschien sommige Nederlanders zich nog wel, was de nucleaire top in Scheveningen. Dat waren de, wat was het, inmiddels 78 landen die, of landen en organisaties die naar Scheveningen zijn gekomen om spelregels op te stellen van hoe we zoveel mogelijk voorkomen dat terroristen ooit in staat zouden zijn om atoomwapens te krijgen. Hm. Want het is natuurlijk één ding dat een land als Rusland over atoomwapens beschikt. Maar het is een nachtmerrie om te bedenken dat terroristen daarover zouden beschikken. Want die hebben geen restricties. Die hebben geen grondgebied waarvan ze zeggen van nou, als wij een atoomwapen op Rotterdam afschieten of laten ontploffen, dan worden wij met gelijke munt terugbetaald. Want die terroristische organisatie is misschien niet, ja, heeft niet eens de beschikking over een grondgebied. Het is wel logisch dat jullie daarmee bezig waren na 9/11. Het is ook wel de vorige oorlog die je dan aan het voorkomen bent. Dus het opvallende is dat wij daar met de Russen goed hebben samengewerkt. Hm. Onder andere met de toenmalige premier Medvedev, die nu als een van de geweldigste brallers op de Russische televisie de Oekraïners dood en verderf in het vooruitzicht stelt. Dus de man is enorm veranderd. Ik heb hem gezien in 2012. En het lijkt wel alsof er een andere persoon. Hetzelfde geldt voor de minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, die ook in mijn ogen een bedachtzame persoonlijkheid was. Totaal veranderd is. Ja, dus dat is wat een oorlog met mensen doet, hè? Ja. En een dictatuur. Want dat is Rusland op het ogenblik. Hoe komen we hieruit, denkt u? Is het nog zo dat wij als het Westen daarin ook nu de goede stappen aan het zetten zijn om eruit te komen? Ik heb wel eens het idee dat het vuurtje opgestookt wordt. Dat we denken van de agressor Rusland moet zijn lesje maar eens leren. Dat is toch ook de toon van de Europese Unie zelfs. Oekraïne bij Europa laten komen. Proberen om Rusland terug Rusland in te jagen. En, dat laatste is volstrekt correct. Het zijn de Russen die zich niet hebben gehouden aan het handvest van de Verenigde Naties. En dat konden ze omdat ze een vetorecht hebben in de Veiligheidsraad. Ja. Maar wat ze gedaan hebben en wat ze op dit moment nog steeds doen met de burgerbevolking is totaal onacceptabel. En ik begrijp best dat er mensen zeggen, je moet dat vuurtje verder niet opstoken. Maar wie heeft het vuur opgestookt? Ja. Dat zijn niet wij. Dat zijn ook niet de Oekraïners. Het zijn de Russen die met gigantische aanvalsgolven, niet altijd effectief, maar niettemin inbeuken op Oekraïne. Wie zijn wij om de Oekraïners terecht te wijzen en te zeggen van, je moet nou maar even ophouden met je te verdedigen, want dat is je eigen ondergang. Zij hebben die wens en die wil om zich te weer te stellen. En ze hebben goede redenen. Want Stalin heeft voor de Tweede Wereldoorlog Oekraïne laten verhongeren. Ja. Dat is een trauma. Er zijn miljoenen mensen omgekomen. Ja. Wat is uw positie in het zeg maar krijgsethiek debat, waarin we eigenlijk zeggen, principe kwesties zijn niet zo belangrijk als harde consequenties. Dus nu bijvoorbeeld wordt een soeverein gebied verdedigd dat ingebeukt wordt, zoals u mooi zegt. En de gevolgen daarvan zijn nu wel dat er heel veel mensen sterven in Oekraïne voor het grotere goed. Met als argument dat ze bang zijn dat de Stalin-terreur zich zal herhalen. Maar wel met de ethische bedenking dat het natuurlijk heel wat levens kost.
Sure. Dat ze zich daar nu voor inzetten. Daarom wordt in de krijgsethiek ook wel een onderscheid gemaakt tussen het recht om een oorlog in te gaan en het recht dat speelt in de oorlog zelf. En het recht ook in de betekenis van moraal. Dus het is een onrechtmatige oorlog. Maar hoe het oorlogsgeweld verloopt, kun je niet alleen maar blijven kaderen in dat het een onrechtmatige aanloop naar de oorlog was. Op enig moment moet je ook zeggen van, is het nog verdedigbaar wat hier gebeurt? Of moet je concessies doen? En concessies in de zin van land opofferen, een nieuwe coalitie sluiten, je wonden likken. En dat is dus een hele hoge prijs. Maar daar krijg je wel wat voor terug. Namelijk in ieder geval de mogelijkheid, de open deur naar vrede. Dat laatste, daar wil ik een kanttekening bij zetten. Maar de eerste is misschien nog wel belangrijker. Wie zijn wij om de Oekraïners te vertellen dat ze eigenlijk nu wel genoeg gevochten hebben? Nou ja, ze vechten met onze wapens. Ja, ze vechten met onze wapens. Maar het zijn niet onze levens die daar op het spel staan. Ja, maar ja, je kan toch... Nee, maar dat is een hele belangrijke factor. Wij geven de Oekraïners de middelen om zich te verdedigen volgens alle regels van de internet volkenrecht. Maar ze vechten zich dood? Nee. Dat is niet het geval. Nou. Nee, dat is wat. Er zijn heel veel slachtoffers. Ja, dat is iets anders. Ze vechten zich niet dood. Nou, kijk naar Bachmoed of zo. Dat is toch allemaal. Het is toch. Sure. Het is toch een hel. Sure. Ja. Maar, een hel op aarde. Ja, absoluut. Maar er zijn. De wil van de Oekraïners om zich te verdedigen is gigantisch groot. En is... Die is voor u groter dan de overweging om die mensen tegen hun eigen wil te beschermen? Ja, omdat je ze niet beschermt. En daar kom ik nog op het tweede punt. Als de oorlog nu met een vorm van capitulatie van de Oekraïners... want het is een vorm. Ze kunnen zeggen van oké, de Krim, die staan we af. De Donbass staan we af. De zaak wordt nu... En we zijn bereid om een vredesverdrag te sluiten met Rusland. Wat is de kans dat Poetin zich daaraan houdt? Nou, dat is een retorische vraag die ik stel. Ja, maar ik vind het helemaal niet terecht dat u een retorisch stelt. Het is toch ook de worth trying. Waarom zouden we dat niet willen proberen? Omdat de Russen in 1994 de plechtige toezegging hebben gedaan. Niet toezegging, belofte hebben gedaan om Oekraïne nooit binnen te vallen. Geen dreiging met kernwapens uit te voeren. Dat is het beroemde of beruchte Boedapest-memorandum. Niet onbelangrijk, hè? Nee, maar je zegt zelf nee, sorry. Even. Ja. De Oekraïners hebben daar al hun kernwapens opgegeven. In ruil voor een garantie die afgegeven is door de Verenigde Staten... Ja. En het Verenigd Koninkrijk en de Russische Federatie. Ja. Dus niet onbelangrijk en niet onbegrijpelijk dat de twee landen, Amerika en Engeland, de trouwste helpers zijn van de Oekraïne. Er is gewoon geen reden om aan te nemen dat Poetin na een vrede die tekent, zijn wapens binnenboord houdt. Volgens De andere kant is natuurlijk... Volgens Britten... Nee, maar ik mag ook even het tegenargument inbrengen, want het is uw vak, niet het mijne. Maar het is wel goed dat u het vak verdedigt, denk ik. Dus kijk, een tegenaanval zou zijn... wij zijn toch als steunende landen veel groter potentieel dan dat we nu doen. Hè? Dus je zou best kunnen zeggen, bij zo'n tweede aanval... agressieoorlog naar Oekraïne, nadat je probeert om vrede te stichten, kun je meer uitpakken om ze te helpen. Dus het is toch niet alsof Oekraïne met lege handen zou staan als de Russen dan alsnog hun luchtmacht inzitten. Je hebt toch nog wat achter de hand. Wat hebben ze dan achter de hand? Wederom een verdediging. Ja, maar met welke middelen? Nou, met dezelfde middelen als nu, namelijk die van het Westen. Ja, maar moeten we dan met, nou, dat lijkt met manschappen nou, het om te beginnen
is de escalatie nu al zover, hè, dat we in feite al, ja, ik bedoel, wanneer je een vliegtuig geeft, dan train je mensen ook. Ik bedoel, wat is een manschap? Het manschap is nog net niet daar op het land. Er zijn ondertussen al wel tienduizenden Polen gesignaleerd. Is het ook niet helemaal waar dat er alleen maar Oekraïners staan, maar niettemin. Inderdaad, je zou een soort verdere vervaging van die grenzen kunnen zien. Maar die lijkt me dan toch ook wel weer verdedigbaar. Als je toch probeert vrede te stichten, je sluit een deal en het lukt niet, ja, dan is er ook reden voor de NAVO om te zeggen, we helpen jullie meer. Ja, maar, en die reden is nu misschien niet zo overtuigend, maar die zou je wel bekrachtigd zien wanneer de Russen zich dan weer niet aan hun afspraken houden. Ik denk dat nog de Oekraïne, nog de Verenigde Staten, nog het Verenigd Koninkrijk veel fiducie hebben in op dit moment. Ja. Op het moment dat de Russen nog steeds in staat zijn om nieuwe eenheden naar het front te sturen. Zelensky al een paar keer heeft gezegd, is dat je de Russen ook geen adempauze moet gunnen. Want wat ze dan doen is hun manschappen eindelijk gaan trainen, hun reservisten. Want dat hebben ze eenvoudigweg niet kunnen doen. Er zijn ongetrainde militairen naar het front gestuurd. Ja. En die sterven dus ook bij Bosch. Maar goed, mijn reactie op u was, ging dus vooral vanuit Oekraïne. Volgens mij is de situatie zeer ernstig. Gaan er heel veel mensen dood. Ja. En kunnen we het wel hebben over de reservisten in Duitsland die klaargestoomd kunnen worden. Maar Oekraïne wordt ongeveer vernietigd. Dus de vraag is ook van hoe ver wil je gaan bij de verdediging van soevereiniteit als het zoveel levens en steden kost. Ja. Dus dat is volgens mij het dilemma. Maar als ik uw verhaal aanhoor, dan denk ik dan, en u staat in die traditie van buitenlandse zaken en weet meer hoe mensen die erover gaan erover denken, dan is de lijn, het pad is toch dat we op zich in de goede situatie zitten nu. En de tegenaanval moet gewoon stevig blijven eigenlijk. Begrijp me goed. Dat is ik ben de laatste. Zo denkt men. Ik ben de laatste die geniet van deze situatie. Nee, natuurlijk, dat snap ik. Nee, maar vreselijk. Vreselijk belangrijk om naar voren te brengen. Ja. Als de oorlog morgen afgelopen zou kunnen zijn, dan ik zou de hemel danken. Ja. En de Oekraïners ook. Maar het vereist een heel belangrijk signaal van de Russen. Dat ze zeggen, wij gaan niet verder met onze aanval. Het signaal is niet zichtbaar. En dat signaal is absoluut niet zichtbaar. Ja. Integendeel, er komen steeds meer reservisten. Steeds meer. En het is niet het punt, hè, dat de risico's van een Oekraïense aanval, want die worden natuurlijk wel geschetst hier in het Westen, maar ik moet dat nog zien. Een tegenaanval is altijd veel malen moeilijker uit te voeren dan een verdedigingsoorlog. Dus ik moet nog zien dat met behulp van al die tanks en eventueel die vliegtuigen, maar ja goed, over die vliegtuigen, daar praat je over inzetbaarheid van misschien 9 maanden, 12 maanden en dan nog minimaal. Ja, nee, natuurlijk. Daarom zit ik ook zo op dat punt van, moeten we niet inzetten op een vrede tegen een hoge prijs? Die tanks zijn waarschijnlijk iets eerder in te zetten. Ja, maar toch, het gaat ook, de krijgsmacht is ook integraal denken. Hè? Dus absoluut. Het gaat over de samenhang tussen die verschillende elementen, verschillende wapens. En wat dat betreft echt net bestuurskunde. Oekraïners zijn daar veel beter in staat, omdat ze. Ja, maar ja, ze hebben het niet. Ze hebben allemaal spullen uit verschillende landen. Ze zitten al een jaar verwikkeld in oorlog. Maar ik geloof, het moreel is er. En dat is het allerbelangrijkste. En dat zag je dus bij de winteroorlog ook. Met een geweldig. Die vergelijking die we maakten met Finland 1917, hè? Ja. Nee, 1939. 1939. De winteroorlog. Dat is voor mij het belangrijkste voorbeeld, dat de Russen wel degelijk verslagen kunnen worden. Maar uiteindelijk hebben de Finnen, die natuurlijk veel minder, hadden ze 4,5 miljoen of nog minder inwoners tegenover de Sovjet-Unie met een veel enorm rijk. Hier praat je over 45 miljoen Oekraïners. Tegenover 140, 145 miljoen. We zijn er al 20 vertrokken, hè? 20 miljoen. Dus even realistisch. Ja. Die zijn al dat zijn de,
En dat zijn de hoogopgeleide, hè? Ja, dat weet ik niet. Dat zijn ook de ouders met meer dan 3 kinderen. En er zijn echt ook heel veel mensen vertrokken. En dat snap ik ook. Kees, dank u wel voor het... De tijd zit er alweer op. Het perspectief waarin we het opiniestuk nog eens kunnen herlezen. Dat gaan we ook doen. We gaan ook denk ik googlen op Finland 1939. Want historische parallellen, daar houden wij van. Om de actualiteit beter te begrijpen. En ik hoop dat u er ook van heeft genoten om dit perspectief over het voetlicht te brengen. Het is wel... we zijn er gewoon nog niet uit. Het is natuurlijk ook moeilijke geschiedenis in actie. Nee. En ik heb toch wel iets meer morele twijfels bij onze huidige strategie. Maar ik snap ook wat u voor bezwaren inbrengt voor een verandering. Om de status quo te verdedigen, dat snap ik ook. Dus het is leerzaam om dat zo te horen. Dank voor uw komst naar Leiden. Het was mij een groot genoegen. Beste kijker, als je dit filmpje ziet, houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van De Nieuwe Wereld. Wil je meer van onze video's zien? Klik dan op de afbeelding hier links. Of beter nog, abonneer je op ons kanaal. Je kunt ons natuurlijk ook steunen en daar zijn wij zeer op aangewezen. Klik dan op de afbeelding rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder voor meer informatie. Ik dank jullie bij voorbaat van harte.